Vroegere tijden. Dat kindermishandeling heel veel voorkomt in autochtone gezinnen, bij onszelf zal ik maar zeggen, dat weten we. De hele week gaat het erover bij de publieke omroep. Maar hoe zit het nou bij allochtone gezinnen? Wat is daar eigenlijk over bekend? Nou, niet heel veel. Veel praatjes en babbels, maar precies weten we het gewoon niet. Wordt daar nou meer geslagen of juist helemaal niet? En hoe moet de hulpverlening ermee omgaan als er iets aan de hand is? Dat is weer een heel apart probleem. Vanavond praat ik over kindermishandeling in andere culturen in BNW. En ik begin bij Sunita Bihari. Dag Sunita. Hallo. Van wat voor achtergrond heb jij? Hindoestaans Surinaams. Ben je in Nederland geboren? Ja, ik ben in Rotterdam geboren. In Rotterdam? Ja. Zeg, jij bent nu hulpverlenster. Mm-hmm. Maar je hebt zelf heel veel te maken gehad met kindermishandeling. En speciaal voor deze themaweek Geheim Geweld, heb je een videoclip gemaakt. Ja, laten we daar even een klein stukje van gaan zien. Is goed. Ja. Je bent die ander die niks heeft gestaan. Machteloos uit de ogen van een kind bestaan. Gevangen in jezelf door angst dat het bestaan. Je moet roepeloos doorgaan in het leven en bestaan. Ik weet het zelf, want ik ben er geweest. Mijn leven was geen feest, ik had mezelf nog gebloed. Ik sloeg van me af, het was laf. Maar het begon bij mijn pa die mij die klap gaf. Ik liet me gaan als een barstende vulkaan. Ik ontplofte in mezelf, hurricane was mijn naam. Als kind niet door, dat ik mijn onschuld al verloor. Voor anderen geen gevoel, maar als je denkt dat ik niet voel, het deed mijn hele boel. Tranen uit mijn hart, dat was mijn levensstart. Laat in de nacht zag mijn ogen het gevecht. Mijn ziel aangetast door alle pijn en onrecht. Mijn pa was gestoord, geen vader zoals het hoort. Met al zijn onzin in de paard, mijn kindertijd vermoord. Een strijd voor het leven, dat heeft hij me gegeven. Ondanks alles zal ik altijd blijven streven. Naar innerlijke rust en wezen, ik haal het beste uit mijn leven. Je zit hier nou zo keurig, maar je bent wel een beetje een wild katje in deze clip. Zeg, ja. Je vader heeft je kindertijd vermoord, rep je. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, mijn vader die heeft me eigenlijk vanaf baby af aan al geslagen. En hij was alcoholist en hij sloeg mijn moeder en mijn zus. En daardoor ben ik ook uit huis geplaatst. En daardoor ben ik in een kinderthuis gekomen waar ik misbruikt ben. Ook seksueel misbruikt ben. Pleegzin gekomen. Nou, ik ga maar zo door tot mijn 18e jaar met hulpverlening te maken zo. Gehad. En het is wel begonnen bij hem. Ja. Je hebt minder dus dan een minuut heb je een paar enormiteiten. Moet ik even voorbij trekken. Sorry. Je vader heeft als baby al geslagen. Ja, daar begon het al bij. Ook hij sloeg eigenlijk mijn moeder al vanaf, ja, voordat wij er al waren, zeg maar. Ja, ja. Wat voor herinnering, wat is jouw oudste herinnering daar eigenlijk aan? Dat ik het allerjongste was? Ja, of dat je geslagen werd. Wat zie je dan voor je? Ja, ik zie verschillende beelden voor me. Ik weet nog dat ik met mijn zus een keer aan het spelen was. En we mochten niet spelen. En mijn vader werd boos. Ja, en ik was 2 jaar of zo, dus ik snapte er niks van. En toen sprong mijn zus ertussen, zeg maar, omdat hij boos werd. En toen gooide hij haar tegen het raam. Toen begon ik heel hard te gillen als kind. En toen pakte hij me bij mijn oor. Dat kan je ook nog wel zien aan mijn oor. Toen gooide hij me tegen tv. Dus toen had ik allemaal bloed om mijn mond en zo. En mijn moeder deed niks. Die zat alleen maar te huilen op de bank. Ja. Dus dat soort dingen herinner ik me dat echt van. Dat is 2 jaar. Dat is, ja. Dat is wel ver om je nog te herinneren. Of ja. Is die dat ook veel verteld? Nee, ik herinner het me echt. En heel veel mensen verbazen zich ook echt dat ik me dat nog herinner, ja. Zeg maar. En was dat stelselmatig dat hij je zo sloeg? Ja. Jou, je ja. Moeder en je zusje? Ja, klopt. Ja. Ja? En wat voor gevoel heb je daaraan overgehouden? Weet je, hij leeft nu niet meer. Maar toen hij nog leefde, had ik altijd het gevoel dat ik niet goed genoeg was. En ik deed altijd heel erg mijn best om ervoor te zorgen dat hij toch nog van me ging houden. Toch nog een vader voor me werd. Dus ik heb eigenlijk het gevoel overgehouden van oké, je staat alleen en je moet vechten voor de dingen om ja. Je heen. Ja. Hoe lang zijn jullie zo als gezin bij elkaar gebleven? Niet lang. Ik was 3, bijna 4 toen werd ik uit huis geplaatst. En toen begon de geschiedenis met de hulpverlening.
welkom bij de hulpverlening. En toen kwam het allemaal helemaal goed met je? Nee, echt niet. Tegen mijn moeder was gezegd dat wij 3 maanden uit huis zouden gaan. Want zij heeft 3 keer met levensgevaar in het ziekenhuis gelegen. En dat we dan weer bij haar terug zouden komen. En dat is nooit gebeurd. Dus mijn moeder is daar heel depressief van geworden. Ik ben met mijn zus gescheiden toen ik 4 was. Dus mijn zus... Ja, dat was ook zoiets belachelijks, omdat ze zei dat zij een moederrol over mij had. En dat ik haar om mijn vingertje, zeg maar, dat ik haar manipuleerde. Maar ik was 4 jaar, kom op één. En hun wouden dat verbreken. Maar waar ze voor gezorgd hebben, is de enige veiligheid die we allebei hadden, dat hebben ze van ons afgenomen op dat moment. Mm. En daar hebben ze totaal niet bij stilgestaan. Echt totaal uit de hulpverleningstechnieken hebben ze dat even leuk bedacht. Ja. Maar ondertussen wel onze leven uit elkaar getrokken. Ja. Ja, over de hulpverlening kunnen we weer een hele andere uitzending maken. En dan vragen we jou in ieder geval weer. Dat garandeer ik je. Maar even over je vader, hè. Ja. Speelde nou het feit dat hij van Hindoestaanse afkomst was... Mm-hmm. een rol bij zijn gedrag, denk jij? Ja, als ik om me heen kijk bij Hindoestaanse Surinamers in Nederland... is het bijna zo dat elke man in het gezin de dochters onderdrukt en slaat. En de dochters mogen ook weinig. Als ze 16 zijn, moeten ze van school naar huis. Weet je, daar ken ik bijvoorbeeld eentje van, ik ga geen naam noemen. Maar en als ze dan toch met iemand afspreekt, dan wordt ze uitgescholden voor hoer en dat soort dingen. Dus het gebeurt heel veel bij hun staan van de vader vindt gewoon de meisjes horen te helpen in de huishouding. Door dan niet bezig te zijn met jongens of met bioscoop of met uitgaan. Dat is gewoon... Maar goed, jij was 4. Ik bedoel... Ja, ik heb ook geluk met dat betreft gehad. Kijk, omdat je zo snel weg was daar? Ja, want ik heb wel met mijn biologische familie... zijn er heel veel die gewoon niks met me te maken willen hebben. En ik word wel een beetje als uitschot gezien en behandeld. Want die leven nog in die Hindoestaanse cultuur? Ja. Ja. Maar ik denk als ik in die cultuur opgegroeid was, had ik niet zo'n grote mond durven te geven als dat ik nu geef. En had ik me niet af durven zetten zoals ik het nu doe. Ik zie gewoon bij mijn familie, bij mijn nichtjes en zo, die nog thuis wonen, die kunnen gewoon niet zich losbreken ervan. Het is gewoon zo gesloten en er zijn zo weinig mensen die ervan afweten. Ja, en je zegt, dan heb ik geluk gehad. Dat noem dat jij geluk betreft, hebben. Ja, zeker ja. wel. Ja, ja. Ja. Je bent nu zelf, je begeleidt gezinnen, hè? Wat doe je? Ja. Ik ben gespecialiseerde gezinsverzorgende. Ja. Dus opvoedingsondersteuning, psychosociale ondersteuning. En wat voor gezinnen zijn het? Verschillend. Eigenlijk alles wat thuis woont en problemen kan ondervinden op het gebied van psychosociaal. Ja. Of ook wel dementerende mensen. Maar ook dus opvoedingsondersteuning. Ook gezinnen waar kindermishandeling of kinderverwaarlozing in voorkomt. Je had kunnen denken dat jij ooit opvoedingsondersteuning zat. Toen je nog zo wild was daar in Rotterdam. Ja. Maar zie je verschil tussen de allochtone en de autochtone gezinnen? Zoals dat deftig heet? Wat ik ook vooral zie is dat de hulpverlening totaal niet aansluit op allochtone gezinnen. En dat de taal geen begrip voor hebben. En heel erg vanuit hun eigen zogenaamde normen en waarden hulp verleent. Heeft een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld als je bij een Hindoestaanse meid komt... die bijvoorbeeld alleenstaande moeder is... en die woont niet bij de ouders thuis... bepalen toch de ouders nog heel veel. Dat hoort bij de cultuur. En bepaalde hulpverleners die komen dan bij zo'n meid... en hebben zoiets van, ja, goh, laat je niet zo beïnvloeden door je ouders. En die willen helemaal niet dat die ouders bij een gesprek zitten. Die willen helemaal niks opgelegd krijgen van die ouders. Terwijl het is wel de cultuur, daar kan je niet onderuit. En als jij als hulpverlener daartegen gaat trappen... dan help je een kind niet of dan help je een cliënt niet. Nee. Yvonne Kars, u bent vertrouwensarts bij het advies- en meldpunt kindermishandeling, het AMK. Komt het verhaal van Sunita u bekend voor? Heel erg bekend voor. En deels heeft dat natuurlijk weinig met haar allochtone achterwacht te maken. Want 250.000 kinderen in Nederland lijden onder alcoholische ouders. Het is natuurlijk wel waar wat jij zegt dat... allochtone gezinnen hebben speciaal risicofactoren op kindermishandeling. Te weten? We weten sowieso dat gezinnen waar een achterstand is in het ontwikkelingsniveau... Hè, jij zegt al, meiden mogen bij ons niet naar school... Waar een gezin gemarginaliseerd wordt, waar een gezin aan de buitenkant van de maatschappij staat... waar een gezin ook vaak sociaal en economisch in de lagere klasse behoort... dat sowieso geeft al 7 keer meer kans op kindermishandeling. Gewoon door spanningen? Gewoon door de spanningen. En als we kijken naar de risicofactoren voor kindermishandeling... die zijn als het ware geclusterd dus in deze autochtone gezinnen. Dus u zegt dat het meer een probleem van rijk-arm is dan van cultuur? Cultuur speelt ook een rol. Als je een cultuur hebt waarin geweld in de opvoeding... een
geaccepteerd en zelfs een gewenst middel is. In zulke culturen zie je natuurlijk dat kindermishandeling meer voorkomt dan in culturen waarin geen geweld naar kinderen gebruikt wordt. Hebben we enig idee hoe ver het eigenlijk voorkomt in andere culturen? Wij hebben de indruk dat het dus meer voorkomt in andere culturen vanwege al die risicofactoren die daar geclusterd voorkomen. Weten we iets? Nee, maar ik moet u eerlijk zeggen dat we het ook formeel in Nederland niet weten. De getallen die we in Nederland hanteren, 50 tot 80.000, zijn ook maar geëxtrapoliseerd vanuit Amerikaanse getallen. En er komt nu pas een onderzoek in Nederland. Maar we weten hoeveel meldingen er komen? Ja, dat weten we wel. Maar die 30.000 meldingen die wij per jaar krijgen in alle AMK's, dat is natuurlijk een enorme onderrapportage. En wat ik u wel kan vertellen is dat er zijn bepaalde gebieden, bijvoorbeeld het grootstedelijk gebied Amsterdam, daar is, laat ik zeggen, de allochtone bevolking ook redelijk vertegenwoordigd in het aantal meldingen bij ons. Bij ons in Utrecht dus helemaal niet. Hè? Nu hoor ik ook dat als je een melding doet van kindermishandeling, dat er dan niet geregistreerd wordt wat de afkomst van de ouders is. Is dat nog steeds zo? Nou, dat hebben we lange tijd niet gedaan, omdat het in onze maatschappij not done was om dat te doen. En tegenwoordig doen we het weer wel. Hè? Dus we registreren en dat betekent al dat we een klein beetje bewustzijn krijgen dat kindermishandeling toch in elke cultuur weer anders aangepakt moet worden. Dat het telt, hè? In welke cultuur het plaatsvindt. En zou je nou kunnen zeggen, eventjes tot slot van dit stukje, dat in allochtone gezinnen meer wordt mishandeld dan in autochtone gezinnen? Of is dat gewoon maar de beroemde borreltafelpraat? Ik denk dat er meer mishandeld wordt omdat daar meer risicofactoren aanwezig zijn. Vooral Elam Tsui. Een Sjouwi. Ja, nou ja, weet je, ik doe het gewoon. Ik zeg gewoon van Han. Is dat goed? Ja, dat is goed. Jij bent van Marokkaanse afkomst. Je bent een BM'er. Een bekende Marokkaan. Want je speelt in de film Cool van Theo van Gogh. Speel je Mo. Ja. Is het dat verhaal van... je hebt op Glendale school gezeten, dus. Want daar speelt die film Cool zich af. Als je het verhaal van Sunita hoort, komt dat jou bekend voor? Ja, ik heb het zelf nooit meegemaakt. Maar zoals ik zelf met vrienden en mensen om me heen, komt het mij wel een beetje bekend voor. Ja. Het is, zover ik weet, het is altijd bij verschillende... Het is, iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar die ene stuurt die andere naar de kamer, die ene geeft pak rammel. Had jij strenge ouders? Nee, op dat bepaald niet. Nee. Eigenlijk, ik mag altijd nogal blij zijn, want mijn ouders zijn zelf ook altijd streng opgevoed. En wat is streng opvoeden? Nou, ze zijn in Marokko zelf, zijn daar opgegroeid. En dus ja, daar is sowieso wat minder met economie, werken. Dus altijd was altijd wat zwaarder voor hun. Ja. En is streng opvoeden tikken geven? Nee, dat hoeft niet. Slaan niet? Nee, dat hoeft niet. Nee. Heb jij wel eens een tik gehad? Ja, zeker. Maar ja, dan heb ik het ook verdiend. Dan, dan wist ik het ook. Als je er zo uitziet, zou ik je nou nooit een tik geven. Ja. Maar je moeder wel of je vader, wie deelde de tikken bij jullie uit? Nou, dat was, het ligt eraan. Het maakt niet uit. Dan deed ik het expres bijvoorbeeld, iets wat ik niet mag. Ja, dan kreeg ik een tik van moeder of zo, die in de buurt zat of zo. Met de pantoffel, maar dat was het, met de hand? Ja, met de hand. Ja, ja. Maar dan was het wel bij mij duidelijk. Ja. Dus het is wel tot een bepaalde grens zou je dat mogen kunnen doen. Ja, wat had je dan gedaan bijvoorbeeld? Noem eens iets leuks, iets geks. Nou, bijvoorbeeld... Waardoor je op de Glendale-school toch terecht bent gekomen. Dat is niet daardoor. Oh nee. Nou, bijvoorbeeld makkelijk, ze zeggen geen drinken bij de computer. Nee, ik heb een hele pak drinken naast de computer. Ja, dat moet... Ik weet het. Ja. Ik weet het, ja. Toen ik jong was, deed ik dat expres en ging daar gewoon even computeren en dan drinken daarnaast. Kortsluiting, alles huis stil. Ja. Vind je dat een kind streng opgevoed moet worden? Nou, nee, ik vind het gewoon wat ik ervan vind, een kind heeft gewoon tijd nodig bij zijn opvoeding. Wat bedoel je? Gewoon, streng hoeft het niet. Als je maar open bent met je kind, als je gewoon eerlijk bent en niks achterwege houdt. Wij denken dat er bijvoorbeeld in Marokkaanse gezinnen redelijk streng wordt opgevoed, weinig wordt gepraat. Dat men ook vindt dat de westerse kinderen veel te soft worden opgevoed. Begrijp je daar iets van? Ja, ik begrijp wel dat men dat denkt, maar ik kan het zelf niet beredeneren waarom ze dat denken. Want zover ik bij mij thuis ben, mag ik altijd blij zijn dat ik altijd goed leef thuis. Maar ik ging altijd zelf, ik koos altijd zelf voor om de linkerkant op te gaan. Ja, ja. Leila Jafar, ook hulpverlener
en trainer van, trainer van mensen die meer moeten weten in de hulpverlening van andere culturen. Ja. Heb jij het gevoel dat er, laten we zeggen, in de allochtone gezinnen anders wordt opgevoed dan in de autochtone gezinnen? En in welke zin dan? Ik denk dat ik me aan moet sluiten bij mevrouw, want het heeft ook heel veel met opleidingsniveau te maken, milieu, hoe ben je zelf opgevoed. En dan zit er nog een factor bij, dat mensen die bijvoorbeeld hier als vluchteling zijn gekomen, bijvoorbeeld in AZC's, daar is zo ongelooflijk veel spanning. En ik geef zelf ook vaak trainingen aan mensen die op scholen werken. En dan hoor ik dus ook dat die spanningen dan vaker thuis worden afgereageerd. Onder andere natuurlijk makkelijker een tik uitdelen aan je kinderen. Dus dat is wel een risicofactor, zoals wat zij noemde. Plus natuurlijk de spanningen die er in Nederland zijn. Maar ik denk dat op zich kindermishandeling iets universeels is. Ja, ja. En ik denk dat in iedere cultuur men iets kent wat men mishandeling noemt. Ja. En iets kent wat men een tik noemt. En ik denk dat het belangrijk is om dat onderscheid te maken. Want er zijn ook genoeg Nederlandse ouders die wel eens een tik geven. Maar mishandeling, er is geen cultuur die, zeg maar, wat haar overkomen is, goedkeurt. Dat zit er niet bij. Laten we daar even helder over zijn. En ik denk dat het, voor een deel zit er een culturele kant aan in je aanpak. Maar op zich is het, denk ik, een probleem wat overal op de wereld voorkomt. En denk ik niet dat het handig is om, kijk, als je culturen gaat vergelijken, laat ik het zo zeggen, dan moet je ook gelijke dingen met elkaar vergelijken. Wat ik vaak zie in Nederland in de discussies is dat de idealen van de Nederlanders worden vergeleken met de praktijken van de allochtonen. En dat is natuurlijk krom. Dat vind je ook? Ja, echt. Daarom wil ik heel graag op haar inhaken. Want zoals zij het vertelt, en zo interpreteer ik het dan, krijg ik gelijk het gevoel van, oh, wij autochtonen, wij doen dat niet. En die allochtonen, moet je kijken, daar gebeurt het veel meer. En die Hindoestaan. Kijk, en dat is niet de reden dat ik hier zit. Ik zit hier omdat ik Hindoestaanse meiden een opening wil geven om er ook ergens over te gaan praten. Maar Nederlanders zijn even goed mensen die slaan en zo. En vreselijk vind. Ja, dus dat. Weet je, maar er wordt inderdaad wat zij zegt, daar sta ik gewoon helemaal achter. Ja, want het wordt nogal eens gezegd, hè, dat de Nederlandse. Ik bedoel, dat is vaak zo'n gesprek van de Marokkaanse ouders, de Turkse ouders, die zijn bereid om echt de kinderen te laten voelen. Ik bedoel, niet eens zozeer met slaan, maar om echt grenzen te stellen. En de Nederlandse kinderen, die kennen geen grenzen meer en die doen maar wat. Maar en dat kan dat ook zo'n een vorm van verwaarlozing zijn. Natuurlijk. En daarom zie je vaak, laat ik zeggen, bij hoogopgeleide Nederlandse gezinnen, zie je hele andere vormen van verwaarlozing. Ja. Flippen bijvoorbeeld. Kinderen die geen grenzen aangeleerd krijgen. Verhan, kijk jij wel eens graag aan tegen de opvoeding van Nederlanders? Jawel. Jawel. Ligt eraan. Die geen aandacht krijgt van zijn ouders of zo. Dat soort bijvoorbeeld vrienden die wonen op hunzelf, maar voor de rest geen contact met zijn eigen familie of zo. Ja. Dus dat vind ik ook verwaarlozing. Dat vind een afspraak met je moeder in je agenda. Maar Leila, je zou dus kunnen zeggen dat al het gepraat over bij allochtonen wordt meer geslagen, is een andere methode van opvoeden waar wij vreemd tegenaan kijken. Eigenlijk is dat in zijn extreemheid helemaal niet waar. Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Ik denk alleen dat de dingen gechargeerd worden. Dat er dan het net lijkt. Bijvoorbeeld eerlijkheid is belangrijk in de Nederlandse opvoeding. Maar hoeveel Nederlanders kennen wij die niet eerlijk zijn? Ik bedoel, hè, als je naar de praktijk gaat kijken. Of sommige mensen zeggen dat zelfstandigheid heel erg belangrijk is in de Nederlandse opvoeding. Maar als je dan gewoon gaat kijken, zijn er genoeg ouders die afhankelijkheid belonen of zoiets. Dus als je naar de praktijk gaat kijken, zijn de verschillen denk ik minder groot dan als je gaat kijken naar wat zeggen mensen dat ze belangrijk vinden enzovoort. Ja, ja. Je zou dus kunnen zeggen, er is eigenlijk geen bijzonder probleem bij allochtonen in de opvoeding. Dat zou ik niet willen zeggen. Oh. Ik denk dat als je hier in Nederland leeft, als iemand die bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet zo machtig is, want dat is een van de factoren, en jouw kinderen streven jou voorbij, dan krijg je een gigantisch gezagsprobleem in dat gezin. Plus dat sommige kinderen heel goed zijn in het uitbuiten van dit verschil.
En sommige instellingen ook nog eens de fout maken om het kind te laten tolken. Waardoor het kind eigenlijk een machtspositie ten opzichte van zijn ouders krijgt. Een vernedering voor de ouders. Ja, vervolgens... Maar waar loopt dat dan op uit? Nou, hoe moet je dan je gezag laten gelden? Dan moet je wel harde maatregelen nemen. Zou de hulpverlening beter ingespeeld moeten zijn op dat soort specifieke problemen? Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat men ook... Kijk, ik heb bijvoorbeeld bijeenkomsten gedaan voor inburgeraars en ze gevraagd wat ze graag zouden willen weten over Nederland en over opvoeding en dergelijke. Nou, ik had toch wel hele open gesprekken met mensen. We deden dat met theaterwerkvormen. Ze vertelden bijvoorbeeld, ik zou wel graag willen weten hoe dat echt zit in Nederland, want ik hoor van mijn kinderen dit of dat. En dat waren dan vaak toch een beetje broodje-aap-verhalen van 50 euro zakgeld per maand. Die krijgt alles, die mag alles. En dat is dan ook weer niet waar, maar dat is wat zij horen. Ja. Waarom is dat ook jouw beeld? Ja, zoveel, ja. Verwende apen, de Nederlandse kinderen? Nou, nee, ik kan het niet zo zeggen, nee. Verschillend, dat is ook, dat kun je ook niet zomaar zeggen. Gewoon, dat is ook gewoon per gezin of verschillend. Ja, uiteraard. Zeg maar, jij hebt dus een hele prettige, goede, duidelijke opvoeding gehad. Ja. Ja. Wat niet mocht, mocht niet. En dat is goed voor een kind, zeg jij? Ja. Hoe komt het dat je dan toch op dat Glenn Mills terechtgekomen bent? Eigenwijs. Eigenwijs? Ja. Toch proberen, ja. Toch proberen waarom ik dat niet mag doen. En als je nou toch zo goed opgevoed bent, hoe komt het dat je daardoorheen toch eigenlijk ontspoord bent? Ja, dat is puur eigenwijsheid. Gewoon, ik wou... Alle mishandelde kinderen dat het aan hunzelf ligt. Dat is een groot probleem. Zeggen de kinderen altijd? Alle mishandelde kinderen zeggen dat het aan hunzelf ligt. Dat is even de grootste probleem. Ja, maar hij is geen mishandeld kind, niet hoor. Nee. Ja, u weet ook niet of hij mishandeld is. Maar je bent goed streng opgevoed. Ik heb nog zelfs twee broers boven mij en nog een broer. Dus ik heb altijd iemand, en een zus. Ik heb altijd iemand boven mij. En dat hele regiment heeft jou niet... Binnen de stijgers. Nee, dat was zeker. Ben je wel een enorme... Ja, een lastpak geweest. Dat gepraat over... we moeten gewoon toch beter opletten hoe de cultuur in andere gezinnen is. Zie je daar iets in? Ja, ik zie... Ja, ik bedoel, van als je sowieso als je een probleem wilt oplossen... dan kun je beter daar beginnen dan ergens... zonder dat je nog wat weet van hoe je dat moet beginnen. Hoe je gaat beginnen bij die familie. Ja, wat ik zelf ook... ik vind het zelf een moeilijk onderwerp, omdat ik zelf niet echt precies... ik hou er zelf ook een project over, namelijk. Maar ik heb het zelf niet echt goed meegemaakt. Dus ik ken het niet echt... Hoe ga jij je kind opvoeden als je het ooit hebt? Ja. Streng of heel vrij? Ja, dat is een goede vraag. Hoe voed jij je veel op? Vrij, maar jouw kindje wel... van, hoe oud is het? 4. Vrij, maar? Wel probeer consequent zijn. Maar ik merk dat ik hem eigenlijk wel een beetje te veel bescherm. Ja? Ja. Geef je wel zo'n tik? Nee, ik heb wel toen hij klein was op zijn vingers. Maar nee, ik zou nooit maar een millimeter bij hem aandoen wat er bij mij aan is gedaan. Dus misschien doe ik wat tegenovergestaan. Dat is ook niet altijd goed. Te veel omarmen. Opvoeden is zo moeilijk. Dit was BMW. Als u verder wilt praten, dan kunt u bellen met de Stichting Correlatie. Tijdens kantooruren. Dat nummer verschijnt nu in beeld. En als u meer wilt horen over dit onderwerp, dan kunt u morgen tussen 11:30 en 12:00 op 747 AM Radio. Luisteren naar OO. En natuurlijk alle informatie over deze themaweek op www.geheimgeweld.nl. Morgen is er weer een BMW. Tot dan. Dag.